Deelnemers hebben de plaats weer ingenomen. En ze zijn hier van start gaan en het lijkt hier een redelijk goede start te zijn voor de meeste deelnemers. Maar het is hier de nummer 1, Lona Luna Levi, die heel makkelijk leiding neemt. Op de tweede plaats de favoriet, Newton Renka. Aan de buitenzijde van de andere favoriet, Leo GS. Eén deelnemer zijn we wat kwijtgeraakt, is de nummer 7. Andere deelnemers allemaal dicht bij elkaar. Draaien we de bocht door. Nummer 1, Lona Luna Levi aan de leiding. Op de buitenzijde komt de aandringende Newton Renka, de nummer 5. Op een lengte of 2-3 erachter, Leo GS. Dan zien we Naomi Baas, New Sunshine. Maar nog steeds die rijding tussen de twee dames. Zit er even een overleg wie neemt de koppositie. En dan gaat nu New Sunshine van de benen. Jammer, zat er mooi in. Op de vierde plaats zien we dan Mystery S. Uitgeschakeld nummer 2, 2 galop. Zien we Mystery S opduiken met ook daarbij de nummer 5 is dat, King Fanatic. Dan Love You BR met Ferry Hollander. Raymond Adema zit er ook bij met zijn Jeanne d'Arc. De strijd is op dit moment gestreden om de koppositie. Heeft dat Newton Renka de leiding heeft overgenomen voor Lovely Luna Levi. Lengte op 5-6 erachter, rustig zittende Willem Brouwer met Leo GS. Ook Mystery S laat dat allemaal nog even gebeuren. Dan zien we daar Love You BR, de nummer 9. Aan de buitenzijde komt nu naar voren toe nummer 8, Jeanne d'Arc met King Fanatic. Voor de tribunes toch een lengte of 4 voordeel voor deze beide dames. Maar ja, het was ook een harde opening voor Newton Renka, Lovely Lonely Liva. Dan is er nu dichterbij gekomen Leo GS. Mystery S zit er ook nog gemakkelijk bij. Evenals de nummer 9 Love You Bear. En dan nog Jeanne d'Arc, gevolgd door King Fanatic. Deze 7 combinaties gaan voor het laatste maar naar de overzijde. Allemaal achter elkaar. Maar de verschillen zijn weggewerkt door de andere deelnemers met de 2 koplopers. En dat is nog steeds Hiltje Tjalsma, kerstvers Europees kampioen bij Amatrices, die nog steeds de leiding stevig in handen heeft met Newton Renka. Lovely Luna Levi op die tweede plaats. Leo GS wordt langzaam naar buiten toegebracht, maar Yannick Mollema zit daar heel gemakkelijk nog met zijn Mystery S. Kwam de laatste keer heel hard af op de laatste meters. En heel slim binnendoor is het daar de nummer 9, Love You BR, met Ferry Hollander op dit moment de koploper in amateur kampioenschap. Maar halve lengte voordeel nog steeds voor Newton Renka. Buitenzijde toch weer nu de aandringende Lovely Lelien Liva. Daar ook aan de buitenzijde nu een galopade daar van die nummer 1. Daar ook kan nu de 1 maakt die galopade. Er is nu heel makkelijk binnendoor geslopen. Nummer 9, Lovely BR. 1 galop. Zou Ferry Hollander hier voor een stunt gaan zorgen. Maar het stal de Canaries gaan nu op het moment aan de leiding. Maar Mystery S, die komt nu hard binnendoor. Heel hard binnendoor. En ook aan de buitenzijde nog Leo GS. Wordt al spannend op die laatste meters. Is het daar helemaal aan de binnenzijde. De nummer 5. Newton Renka. Newton Renka houdt stand ten opzichte aan de buitenzijde. Daar gaat er ook een wiel. Ja, daar gaat een wielplaat eraf van Leo GS. Lijkt op de tweede plaats te zijn. Spannend om die derde plaats tussen onder andere Mystery S en Love You BR. Maar net op tijd binnen. De nummer 5, Newton Renka met Hiltje Tjalsma. Ja, ik houd hier voorlopig op 5, 3, 6, 9. Maar om die tweede plaats, op die derde plaats was het ook nog vrij close. Dus houdt u de tickets vast tot de officiële aankomst bekend is. Officiële aankomst voor deze koersamateurs en eigenaar rijders 5, 3, 6, 9, 8. Kilometer tijd 1, 19, 7. Daar komt ze weer en ja, zijn vertrouwd gezicht langzamerhand hier op de baan van Emmeloord. Hiltje Tjalsma hier met Newton Renka voor de enthousiaste eigenaargroep.
de gele Canaries. In training bij Bas Krebas. Allemaal er even omheen. Mevrouw de Nooi. Hij wil niet stilstaan? Okay. Hij wil stil niet stilstaan. Ja, dan houdt het op. Ja, was een narrow escape. Ja. Ja, vorige keer toen werd hij een keer geklopt op speed. Omdat Hultje wat de tempo drukte. Maar ze dacht, dat doe ik niet meer. Ik geef gas en ik laat niet meer los, denk ik. Maar het was een pittige opening ook. Ja, ze moesten wel even wat voor doen om op de kop te krijgen. Ja. Maar ja, dus toen ze eenmaal aan de kop was, kwam het ook goed. Gaat goed met de gele Canaris. Ja, het gaat top met de gele Canaris. Ik weet, hoeveelste overwinning is dit, maat? De 19e. We zitten dik in de 60.000. Dik 60.000 euro winstom bovenaan in het eigenarenklassement. Dus dat gaat hartstikke goed met de gele Canaris. Maar er kunnen altijd meer mensen bij als ze het leuk vinden. Okay. Nou, dat klinkt goed. U hoort het, een hele aantrekkelijke formule, die gele Canaris. 60.000 euro gewonnen met hun paard al dit jaar. En ze winnen zowat elke week, twee keer zowat. En Hiltje Chalsma is een vaste winnares vaak voor de paarden van Stal de Gele Canaris. Komt aan, Newton Renka, Hiltje Chalsma, Bas Krebas, de trainer van deze ruimte. Kom ze aan en geef ze David applaus. Een dame die al jarenlang de gouden helm constant in haar bezit heeft. En dan komt ze toch nog een keertje langs. En de andere deelnemers, let u even op. Ze komt. Daar komt ze aan, dames en heren. Hiltje Chalsma, Newton Renka.